Hoi, ik ben John. Welkom op mijn YouTube-kanaal 11 Questions. Ik ga vandaag Jurie de Winter interviewen, Sparta-speler van de jeugd. Dus, let's go! Jij bent Jurie de Winter, klopt, speel bij de jeugd van Sparta. Welke positie speel je? Ik speel linksbuiten. En hoe lang speel je in de jeugd? Mag ik vragen? Dit is mijn tweede jaar. Ongeveer anderhalf jaar zo. En je hebt ook in een Nike-team gespeeld, als voor de talenten. Hoe was dat om te voetballen? Ja, het was een hele toffe ervaring. Je werd zeg maar soort van samengesteld met jongens over de hele wereld. Dus je maakte er ook bizar veel vrienden uit Australië, Brazilië, van overal. Je wil natuurlijk wel van Sparta blijven, je wilt de eerste bereiken. En naar welke club zou je eigenlijk nog een stapje over? Wil je in Nederland blijven nog? Of wil je net als jongeren heel snel weggaan en dan? Nee, ik denk dat ik natuurlijk als ik hier bijvoorbeeld een basisschacht kan worden, dat is natuurlijk mijn eerste doel. Zou ik daarna natuurlijk wel een stap willen maken naar naar misschien een hoger club in Nederland, misschien een topclub. En dan van daaruit is het natuurlijk altijd lastig om je toekomst al een soort van te voorspellen. Ja. Maar als het op dat niveau nog steeds heel goed gaat en ik merk dat ik nog toe ben aan een stap hoger, dan zou ik natuurlijk een stap willen maken naar naar bijvoorbeeld de Spaanse competitie of de Franse competitie, lijkt me wel heel tof. En wat is dan je favoriete club in het buitenland? Zou je willen gaan? Ja, dat heb ik dus niet. Ik heb niet echt een bepaalde club. Ik heb wel heel clubs waar ik een soort van een goed gevoel bij heb. Bijvoorbeeld, het klinkt misschien een beetje raar, bijvoorbeeld Olympic Lyon of zo, lijkt me heel gaaf om voor te spelen. Dus, Oké, mooi. Let je ook veel op je voeding als je een sporter bent, professionele sporter? Ja, heel veel. Dat is echt heel belangrijk. Het is natuurlijk, het is sowieso belangrijk om niet ongezond te eten. Maar daarnaast is het ook wel belangrijk dat je op de juiste momenten eet. Bijvoorbeeld, wedstrijden zijn natuurlijk heel intensief en heel zwaar voor je lichaam. Ja. Dus het is belangrijk dat je daarna de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, zodat je daar weer goed van herstelt. Wat zijn je hobby's naast het voetbal eigenlijk? Ik ben wel naast het voetbal vind ik het ook wel leuk om een andere sport te beoefenen. Dus veel hardlopen, bowlen, golf vind ik leuk om te doen. En daarnaast kan ik er ook wel van genieten om gewoon lekker met mijn vrienden naar de film te gaan of wat te gaan eten in de stad. Gewoon daarin wat leuke dingen te doen. Mooi. Nou, leuke dingen. Hoe bereid je optimaal voor een wedstrijd? Doe je voor een wedstrijd bijvoorbeeld muziek of andere rituelen wat veel voetballers hebben? Ik zorg in ieder geval dat ik op bepaalde tijden zeg maar voor de wedstrijd, bijvoorbeeld dan 6 uur voor de wedstrijd bijvoorbeeld een pasta binnenkrijg, dan 2 uur voor de wedstrijd wat eet. En dan probeer ik inderdaad lekker in de kleedkamer luister ik wat muziek, probeer ik een beetje tot rust te komen, lekker gefocust te worden. En dan, dan gewoon het veld op te gaan. Maar je hebt geen rare rituelen zoals 2 verschillende sokken, wat sommige voetballers doen? Nee. Dat is, in dat geval niet. Nee. Gewoon lekker normaal blijven. Ja, gewoon lekker normaal. Wat vind je eigenlijk van de nieuwe coach van Sparta, de eerste? Ben je er blij mee of houdt hij de club erin? Ja, het is wel aan de ene kant wel positief, want Dick Advocaat is natuurlijk een hele grote naam. Weet jij, is een geweldige trainer. Maar voor Sparta vind ik hem natuurlijk voor het eerst vind ik hem wel een goede trainer. Hij zal denk ik wel iets minder met de jeugd bezig zijn, want hij is natuurlijk hier gekomen om in die 6 maanden gewoon te zorgen dat we in de Eredivisie te blijven. Ja. Dus dat kan je ook zien natuurlijk. Er zijn een paar spelers gehuurd voor het eerste. Maar voor het eerst denk ik dat hij zeker een goede trainer is. Maar hij heeft verder niks met de jeugd te maken of Grim ook niet? Nee, dus ze komen natuurlijk wel bij onze wedstrijden kijken. Maar ik denk dat de nadruk natuurlijk nu nog iets meer ligt bij het handhaven in de Eredivisie dan dat ze kijken denk ik, naar de jeugd.
Wat zijn nog meer? Ik had eigenlijk eerder gevraagd van naar welke club zijn. Maar heb je nog andere ambities of zo naast het voetbal? Of heb je nog een opleiding? Op het moment doe ik geen opleiding. Ik wil natuurlijk vol focus op voetbal. Dus ik wist niet dat elkaar in de weg ging zitten. Nee, ik ben naast het voetbal ook wel ambitieus. Ik wil natuurlijk op termijn, of tenminste natuurlijk, op termijn wil ik wil graag een eigen bedrijf beginnen. Ook denk wel iets dat met sport te maken heeft. Ja. Misschien iets van een soort van eigen fitnessschool lijkt me heel leuk. Dus, En heb je ook nog een plan B? Want je hebt veel spelers kunnen heel erg geblesseerd raken natuurlijk. En heb je altijd wel misschien een plan B nodig na het voetbal? Heb jij dat ook in je gedachten toevallig? Ik ben niet zozeer bezig met een plan B. Maar ik heb natuurlijk wel... ik heb vorig jaar mijn VWO afgerond. Dus ik heb natuurlijk wel ook andere interesses. Bijvoorbeeld het handelen in aandelen of handelen in valuta's. En ik vind alles wat met economie te maken heeft, vind ik wel ook heel interessant. Dus dan zou ik dan, ook al wil ik er eigenlijk niet echt over nadenken, zou dat dan wel iets kunnen zijn, ja. Nog twee vragen. Hoe ga je om met het winnen of verliezen van een wedstrijd? het winnen is natuurlijk een stuk makkelijker. Ja. Je merkt het natuurlijk als je wint dat het dan de sfeer in het team goed is. Dus dat helpt je eigenlijk alleen maar meer. Daar hoef je niet zelf mee bezig te zijn, denk ik. Maar verliezen is natuurlijk lastig. De eerste wedstrijden, we hebben een tijdje ook onderaan gestaan in de competitie. Ja, dan verlies je veel en dan denk je van, weet je wanneer... Ja, dan is het zeg maar moeilijk om... Nou, je komt eruit te houden. Ja, zoveel vertrouwen in het team te houden als je een paar keer achter elkaar hebt verloren. Dus, daar moet je mentaal natuurlijk heel sterk in zijn. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk in het voetbal, mentaal sterk zijn. En je gewoon heel de tijd eroverheen zetten en hard blijven werken. Ja, we zitten natuurlijk in een mooi stadion, geweldig stadion. Het is ook de oudste club in het betaald voetbal, ja. In de Eredivisie. En wat vind jij, ik zie het veld liggen. En veel mensen hebben, het is een beetje commotie natuurlijk over het grasveld. En het gaat over kunstgras, jullie hebben ook kunstgras hier. Ja. Wat vind jij ervan? Veel voetballers vinden het niks. Maar je moet het ermee doen natuurlijk. Ja. Maar wat vind jij ervan? Moeten ze dat veranderen? Ja, het heeft natuurlijk veel, of tenminste veel voordelen, maar natuurlijk ook zijn nadelen. Ja, het liefste speelt denk ik elke voetballer gewoon op een goed grasveld. Ja. Dus ik zou zelf het liefste natuurlijk zien dat hier een heel mooi grasveld ligt. Ja. Maar aan de andere kant heeft het ook zijn voordelen, want weet je, je zal nergens hobbels hebben. Je kan er de hele week op trainen en je weet in ieder geval dat het... Ja, dat er in ieder geval een prima grasveld ligt. Of een prima kunstgrasveld ligt. Dus, Dankjewel, dat waren ze. Ik wil je bedanken voor je tijd. En succes in de toekomst, jongen. Dankjewel. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke filmpje vond. Doe een blij duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan komen binnenkort dan meer filmpjes. Bedankt. Wat vinden jullie van de club Sparta? Want je bent een grote fan natuurlijk. Ik hou van Sparta. Zit in je bloed. Je bent ermee geboren. Ja. En ik vind het de sympathiekste club van Nederland. Mooi zo. En de nieuwe coach natuurlijk. Ja. Ben je er blij mee? Gaat Sparta erin houden? Nou, hij is alweer oud, hè? Zit er alweer een maand. Bovendien is hij 70 dik. Maar zo vitaal als het is, let op zondag. Ja, nou, daar gaan we allemaal op hopen natuurlijk. Ja, zondag is het Sparta Willem 2. Ik mag commentaar doen bij die wedstrijd. Ik zit er dus live bovenop. Ik weet één ding zeker, dat wordt de ommekeer. Huh? Ja. Dit hebben we niet gerepeteerd. Is dat wat? Dat wordt de ommekeer. Top jongens, dankjewel. De ommekeer.